je jezelf even voorstellen? Wie ben je? Wat doe je? Nou, ik ben Django Ramadan, 21 jaar en ja, verdediger bij Astro. Oké, okay. 21 jaar ook, net zoals... 22. Ja. Wanneer ben je jaar geweest? September. Kijk, vandaar, zo net geleden. Ik weet niet meer waar ik ben. Als je een cijfer zou moeten geven van 1 tot 10 voor je eigen hooghout skills? Ja, hoe is dat opgebouwd? Nou ja, ik zou zeggen, als je jezelf een 10 geeft, dan ben je gewoon killen. Dan ga je shows gaan geven. Ja, stel je kan rondje om de wereld of zo. Ja, dan ben je een 5,5, 6. Kijk, als je nog wat meer kan doen. Okay, ik geef mezelf 6,7. Iedereen is zo bescheiden. Ja, 6,7. Oké, okay, vandaag gaan we testen, dus dan komen we erachter. Is goed. Ben je klaar voor? Yes. Oké, okay, let's go. Dit is de voorwerpenronde. De spelers moeten met allerlei verschillende voorwerpen gaan hooghouden en het wordt steeds een stukje moeilijker. Bijvoorbeeld dit soort gekke dingen zitten erbij. Ik ben benieuwd of ze een beetje kunnen hooghouden. Ben je er klaar voor? Ja. Oeh! Kijk uit, hè. Wind. Wacht, een beetje wind stil. Misschien gewoon zo. Ja, je mag doen wat je wil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, lekker man, lekker. Ah, dan krijgen we dat weer. Wat voor? 2, 6, 7, 8, 9, 10.5, 6, 7, 8, 9, 10. Daar waren we gekomen. 6 keer met de tennisbal, maar ging niet goed. Nee. Wat was er gebeurd? Niet veel genoeg geoefend, denk ik, vroeger met tennisbal. Nee, heb je wel eens geoefend? Ja, nou niet veel. Vroeger ook nooit met tennisbal, eigenlijk wel eens gedaan, man. Ik vond wel knap, in het dagelijks leven. Yogabal was gewoon makkelijk voor jou. Ja, ging wel aardig. Ja, en dan tennisballetje, daar gaat het mis. Ja, ja, zonde. Zeker. Maar ja, ga je thuis oefenen nu? Ja, nu wel. Oké, okay, goed zo. Dat hij nou goed zo. Mooi. Oké, dan gaan we door naar de volgende. Yes. Van de training nog, natuurlijk. Mm-hmm. Weer het pleintje op naar wedstrijd, weer het pleintje op. Ja, heb je veel pleintjes gevoeld? Ja, ik had bij mij achter altijd een mooi veldje liggen. Ja, daar kwam ik eigenlijk altijd naar de wedstrijd, voor de wedstrijd, naar training, okay. Altijd. En waren er veel jongens die daar aan voetballen waren? Of was je, ja, altijd. Nee, het was een grote groep. Dus ja, was dat ook. En heb je het gevoel dat er iets veranderd is in de tijden voetballen? Mensen nog steeds veel op straat? Of, Ja, ik denk nog steeds wel dat er veel mensen voetballen. Alleen zijn ik wel iets minder geworden dan vroeger. Ja. Wat ik zie, denk ik. Toen daar voorbij rijden is niet dat ik me voel. Ja. Toen was het wel altijd zo. Ja. Ja. En zelf, heb jij nog tijd om de straat af en toe op te gaan? Nee, ik ga zelf niet veel de straat op. Nee, ik niet de straat op. Af en toe nog als je vrij bent. Minst op even een bal op strap voor het veld, maar niet echt. Nee. Nu word je hier afgepeigerd op het veld. Ja, inderdaad, geen energie meer. Hoe bevalt het hier met FC Groningen? Ja, het valt goed. Ja? Ja, goed naar mijn zin. En, ja, het valt goed. Cool. De vragenronde. Ik ga de spelers testen of ze een beetje kunnen multitasken. Ze moeten 1 minuut hoog houden en ik ga ze allemaal lastige vragen stellen. Oké, okay, ben je klaar voor? Ja. Ja, ik ga de tijd starten. 3, 2, 1. Yes, let's go. Hoe lang is een voetbalveld? 100 meter. Netjes. Wat is je lievelingskleur? Groen. Gemat. Hoe lang duurt een helft van een voetbalwedstrijd? 45 minuten.
Hoe spel je cornervlag? C-O-R-N-E-R-V-L-A-G. Netjes. Hoeveel is 19 plus 60? 19 plus 60. Ja, klopt. 35. Hey, mooi. Hoe spel je penalty stip? P-A-N-L-T-E. Hey. Ga door, ga door. Wat ben je er al? Wat is dat? P-A-N. Nee, hou maar op, man. Hey! Stop. Ben op, man. Hey! 20 punten. Ik wou het zeggen, nu staat hij op kabel. Ai. Oeh, we hebben nog 14 seconden over op de klok. Ja. Wat gebeurde er? Kleine vastlopen. Vastlopen? In je brein? Wat, ja, alles wel eventjes. Is dat multitasken of wat? Ja, multitasken. Wat vond je de moeilijke vraag? Multitasken. Want jij kan wel een minuutje hoog houden, toch? Ja, zeker weten. Ben je teleurgesteld of kan ik nog wel? Ja, wel verbouwen, maar... Dat gebeurt, hè? Volgende keer beter. Inderdaad. Oké, netjes. Gaan we naar de volgende. Heb je wel eens panna's uitgedeeld? Jawel. Ja? Panna's gegeven. Veel? Nee, valt mee. Natuurlijk geen aanvallen, maar wel af en toe een panna's. Hey, maar ik ken genoeg mensen die van linksachter ook van zes panna's geven. Ja, dat is waar. Maar panna's gekregen? Ja, ook wel. Ja, dat is wel, dan kom je niet anders tegen. Hoe voelt dat? Kan je nu nog voelen zeg maar, hoe dat voelt als je panna krijgt? Ja, het ligt er denk ik ook een beetje aan hoe je hem krijgt. Maar ik heb nog geen hele erge gehad, dus dan vind ik niet zo. Ik zag het ergens in je ogen dat je wel je hebt eentje gekregen. Die je nu weet dat. Oh, die deed echt pijn. Nee, dat valt mee. Nee, dat valt mee. Okay. Ja, gelukkig wel. Gelukkig, gaat goed. Volgende challenge is de Tom V Headstall Challenge. Let op. Ik kan de bal gewoon op mijn hoofd leggen, maar kunnen de spelers dat ook? En als ze het kunnen, hoe lang kunnen ze dat? Ben je er klaar voor? Ja. Oké, 3, 2, 1, ja!